Overvallers hebben vorige maand geprobeerd Ajax-voetballer Dusan Tadic te beroven. Dat gebeurde bij zijn woning in Amsterdam. En John van der Heuvel, misdaadverslaggever, die heeft het nieuws daarover. Opmerkelijke verhaal dit, John. Wat weet je ervan? Nou, het is eigenlijk een heel naar verhaal. Met name voor Dusan Tadic zelf natuurlijk. Het is inmiddels bijna een trend, hè, om vermogende voetballers te overvallen. En er zijn vaak horloges en dergelijke zijn doelwit. In dit geval kwam Tadic thuis aanrijden eigenlijk vanaf de club. Heeft gezien dat er bij zijn woning twee mannen stonden met helmen op. Dat vertrouwde hij niet. Dat had te maken met een incident de week daarvoor. Toen ook twee mannen met helmen op bij zijn huis hadden aangebeld. Hij was toen zelf niet thuis, maar zijn vrouw wel. Die drukte op de intercom en toen werd aangebeld met het verhaal dat het om pizzacouriers zou gaan. En of ze even de deur open wilden doen. De vrouw van Tadic die rook onraad en heeft gezegd dat doe ik niet. En Tadic herinnerde zich dat incident toen hij de straat in kwam rijden. Die was al wat alerter en zag die twee mannen. Is uitgestapt en die kreeg die twee mannen toch snel achter zich aan. Is toen niet naar huis gegaan, maar eigenlijk de straat ingerend. Werd gevolgd door deze twee mannen. Zo. Is een handgemeen ontstaan. Hij heeft echt zichzelf moeten verweren. En omdat die mannen helmen op hadden, heeft hij wel het vizier omhoog kunnen halen van een van die mannen. En heeft hij letterlijk met zijn vuist door dat vizier zijn klap gegeven. Waardoor ze kennelijk afgeschrikt raakten en er uiteindelijk vandoor zijn gegaan. Tadic heeft daar nog behoorlijk letsel aan overgehouden eigenlijk. Is vervolgens weer terug naar huis gegaan. En ja, dan komt eigenlijk pas de grote schrik. Op het moment zelf zit je natuurlijk vol adrenaline. Maar op dat moment realiseerde hij zich wel wat er was gebeurd. Namelijk dat er gewoon een poging tot overval op hem had plaatsgevonden. Er is ook aangifte gedaan bij de politie. En ja, op dit moment is het dus zoeken naar de daders. Nou, er is nog geen zicht op wie deze daders zijn. Hoe precies de stand van zaken in het onderzoek is, weet ik niet. Gaat de politie ook niks over zeggen natuurlijk, dat onderzoek is gaande. Het past wel gewoon in het beeld. Ja, van Sahavi natuurlijk. Wat Sahavi, we hebben meerdere overvallen op artiesten ook en op voetballers gezien. Het is nu een doelgroep en het is eigenlijk zoveelste probleem. Wat je ziet als voetballers die zich soms, ik wil niet zeggen per se Tadic, maar soms zich profileren op social media met dure horloges, met dure auto's en dergelijke. Ja, dat je daarmee een bepaalde groep criminelen eigenlijk triggert. En eigenlijk zijn voetballers natuurlijk redelijk makkelijk te overvallen of uit te zoeken als een doelwit. Je weet wanneer ze niet thuis zijn. Je weet wat. Je gaat rond de voetbalwedstrijd ga je bij het stadion staan. Je ziet in welke auto ze rijden. Je kunt eventueel zelfs, wat ook al is gebeurd, hè, trekkers onder de auto plaatsen. Dus ja, in die zin moet je natuurlijk heel voorzichtig zijn. Maar bij Sahavi heeft het zoveel impact gehad dat uiteindelijk het ook wel echt invloed had of die überhaupt wel in Nederland nog wilde voetballen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dit dus ook op Tadic, het is dus gebeurd voor de Johan Cruijffschaal, enorme impact heeft gehad. Ja, nee, zeker. En voor je gezin, iedereen raakt daar natuurlijk van zwaar in de stress. Want je hebt ook nog het gevoel van, nou, dit heb je dan misschien allemaal nog doorstaan, maar dat ze nog een keer terug zouden komen. Of je realiseert je dan ook nog eens dat op dat moment dat zij proberen je te overmeesteren, dat er ook wapens hadden kunnen worden gebruikt, dat die gasten in paniek hadden geraakt. Dus dan komt eigenlijk pas de klap, dat zie je heel vaak. Ja, en dan realiseer je ook dat je allerlei maatregelen moet gaan treffen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Mm-hmm. Dus dat heeft wel een behoorlijke impact op mensen, ja. Ja, en Sahavi was volgens mij in Buitenveldert in Amsterdam. Ja. Dat geeft ook aan dus dat het in de hoofdstad of rond de hoofdstad veel gebeurt. Ja, maar niet alleen in de hoofdstad. We hebben natuurlijk ook overvallen gezien op artiesten die doelwit waren. Nicky de Jager. Nicky de Jager, Ali B. heeft het meegemaakt. Dreetje Hazes, althans een neefje daarvan, is overvallen. Weet je, kijk, voor een bepaalde categorie criminelen is het gewoon heel interessant om zich met name op die horloges te richten. Want daar hebben ze vaak, die kunnen ze, bij wijze van spreken, dezelfde avond kunnen ze die klokjes al kwijt. Die worden vaak op bestelling geroofd. Maar ze realiseren zich natuurlijk ook, en daar lijkt het een beetje bij Tadic op te zijn geënt, dat ze probeerden hem gewoon bij zijn woning op te wachten om ook meteen mee naar binnen te komen. Want ze beseffen natuurlijk ook wel dat er binnen waarschijnlijk nog veel meer sieraden te halen zijn. Dus ook daar moet je in de hele preventieve sfeer moet je goed over nadenken hoe je kan voorkomen dat dat gebeurt. Ja, dan wordt er wel vaak gezegd van als zoiets gebeurt, van je kan beter meegeven dan er vol tegenin gaan. Ja, Tadic heeft dus echt stevig van zich afgebeten. Nou ja, die kon bijna niet anders, want die werd er achtervolgd. En op een gegeven moment
grepen ze hem dus beet. En die heeft wel wat klappen terug uitgedeeld, ja. En wat is nu voor Ajax dan in dit specifieke geval? Kan ik me voorstellen dat ze aan de spelers in de selectie... Ja. Met tips komen, ja. Of misschien wel met eisen van ja, doe dit niet op social media of verdedig je huis op deze manier. Daar zou meer nagedacht over moeten en kunnen worden, denk ik. Dus hoe je je spelersgroep daarin begeleidt. Het zijn over het algemeen jonge jongens die heel veel geld verdienen. Die dus het ook leuk vinden om dat soms te etaleren met waar ze op vakantie gaan en wat voor auto's ze rijden en dergelijke. Dus daar moet je ze misschien als club zijn er meer in coachen. En dat geldt niet alleen voor Ajax, dat geldt ook voor Feyenoord of voor andere clubs. Het zijn, het is een bekend fenomeen, een bekend verschijnsel. Eigenlijk kan je het vrij makkelijk voorkomen met een aantal goed doordachte preventieve maatregelen. Oké, Jon, dankjewel.